Jullie zijn aan het repeteren. Ja, dat klopt. Vandaag is eigenlijk de laatste generaal. Dat is de laatste repetitie, ja. Ja. En, hoe gaat het? Nou, eigenlijk wel heel goed. Het is altijd spannend. En de laatste weken naar zo'n productie denk je altijd, oh, we gaan het gewoon nooit redden. Maar het is toch wel weer gelukt. De scènes zitten, de teksten zitten, de pasjes zitten. De kleding is bij bijna iedereen af. En donderdag dan gaan we generalen doen in het theater en dan gaan we knallen. Met hoeveel mensen doen jullie deze voorstelling? Dat zijn er echt veel, hè? Ja, onze vereniging bestaat in principe uit 45 zingende en dansende en acterende leden. En iedereen doet dus mee, zoals je ziet. Kun je iets vertellen aan alleen over het verhaal? Ja, dat kunnen we zeker. Eigenlijk is het een verhaal waarin alle sprookjesfiguren bij elkaar komen en elkaar ontmoeten. Als de Poester, Sneeuwwitje, Shrek, de gekke hoedemaker uit Alice. Nou, verzin ze maar en ze zijn er. En voor de pauze gaat het zoals sprookjes eigenlijk altijd gaan. Namelijk Happily Ever After. En de prins en de prinses die vinden elkaar niet trouwen. En na de pauze dan blijkt dat er toch ook in de sprookjeswereld best wel wat realiteit nog is. Dan gaat iedereen dood, gaan de prinsen vreemd en stort het hele koninkrijk in. Dus dan, ja, dan is het allemaal niet meer zo happily ever after meer. Maar ja, nou ja, dat is toch ook wel hoe het echte leven is. Nou, dit klinkt als iets wat je niet kan missen. Nee, ik denk dat je gewoon moet komen. We hebben nog een paar kaartjes, met name voor zondagavond. En het is gewoon een ontzettend grappige voorstelling. Helemaal in het Nederlands, dus voor iedereen goed te volgen. Dus ze zeggen vooral, kom gewoon even gezellig kijken. Gewoon in Leiden, Leidse Schouwburg. Thuiswedstrijd, be there.